Hallo en welkom op Duncan Extra. Jazeker, dit kanaal is niet dood. Vandaag gaan wij Viewfinder spelen. Het is een nieuwe game, hij is recent gereleased. En het is een super vette intuitive experience. En het gaat om foto's maken. Zie je dat daarachter? Deze foto heb ik gemaakt in 2020 in Oostenrijk. Maar daar gaat het niet om. We gaan een nieuwe game starten. En we gaan dit spel spelen. Dus pak er wat te drinken, te snacken bij. Ik weet niet wanneer je het kijkt, maar... Oh, we zijn er. Ik ga even mijn sensitivity omlaag zetten. Oké, dit is al iets beter. We zijn in de lucht. Oh, we kunnen daadwerkelijk... Oeh, gaan we er afspringen? Weet je, we moeten wel de regels van de game breken. Want deze game gaat... Oeh, dat is creepy. Oké, we kunnen terug. Oh, dat is fijn. Ik kan gewoon terugspoelen. Ik wou dat dat in real life kon of in mijn dromen. Deze game is wel een beetje alsof je daadwerkelijk droomt. Dus dat is wel een beetje freaky. We zijn in de woonkamer. Oké, cool. En ik neem aan dat we eventjes onze camera moeten zoeken. What is this place? Ik heb geen idee. Maar... Hier... Oh! Oh, what the fuck? Jezus! Your vitals look good. Ja, omdat ik terugspoelde. Nee. Ja, oh, moet ik wel naar beneden? Ik denk dat ik naar beneden moet misschien. Misschien dat de game daarop wil hinten. Maar laten we eerst hier even omheen kijken. Oké, dus ik heb het spel nog helemaal niet uitgelegd. Het spel gaat om een camera hebben. En als je dus een foto neemt van je omgeving, dan kan je je omgeving veranderen door die foto weer terug te zetten. Oh, ik moet ook weer rewinden. Moet ik dan... Ja, moet ik een andere brug pakken? Moet ik de hele brug pakken? Ik kan niet sprinten, dat werkt niet. Oké. Werkt deze brug dan misschien wel? Oh, deze brug werkt wel gewoon. Joh, pick a photo. Oké, hold right to aim, then press left mouse button. Alright, hier komt het. Dit is de freaky part. Hoppa! We hebben letterlijk... De omgeving verandert. Ja, dat heb ik gedaan. Oké, dan laten we dit activeren. En dan zijn we opeens ergens anders. Oké, cool. Even kijken, wat is dit? De pick-up battery. Daarmee kunnen we stroom geven aan dit ding. Maar de teleporter needs to be powered. Nou, ik neem aan dat... Oh, we hebben 3 batterijen nodig. Oké, dus we gaan lekker op zoek naar batterijen hier. Very cool. Hey, hier is nog een foto. Met, wat is dat hier? Het lijkt erop alsof we iets kunnen aansluiten hierop. Dus laten we dat doen. Oh mijn god. Ik kan er niet bij hoe raar dit is. Dit wordt alleen maar gekker. Oh, dit is een... dit is natuurlijk een zwart-wit foto. Dus we hebben nu opeens een batterij... Oh, oeps. We hebben nu opeens een batterij. Oep. Perfect. Oké. Oh, hier was er nog één. Hier ben ik gewoon langs gelopen. Wat dom. Hoppa. Oh, oeps. Sorry, ik doe hem wel even opnieuw. There you go. Toppie, perfect. Oei. Zo, jongen. Echt, als we die camera zo meteen krijgen, wordt het echt helemaal freaky. En het schijnt dus een puzzle game te zijn, dus het wordt misschien nog meer freaky. Kunnen we dit draaien? Oh, wow. Oh, dus je kan ook zo meteen dit doen. Ja. That doesn't look right. Nee, dat werkt inderdaad niet. Kijk ook hoe groot het is. Het is helemaal... De achtergrond is helemaal fucked. Nou, als we nu rebooten... Zo, there you go. En nu kunnen we hem fixen. Dat is wel fijn, dat je gewoon terug kan. Dus als je ergens een keer vast zit... Maakt niet uit, joh. Niks aan de hand. Wat is dit dan? Er is nog een foto. Zoiets? Zullen we zo doen? Oh, hier ligt nog een batterij. Cool. Hebben we er eentje nodig? Hey, there we go. Fantastisch. Het is nog wel heel simpel en tutorialachtig natuurlijk. Maar je moet natuurlijk eventjes... Gewoon de feeling ervoor krijgen. Wow, this place definitely feels different than what we've seen so far. Hoezo? Want er is niet heel veel it anders looks aan. Like someone really settled here. Oh, dat wel, ja. We zijn echt in iemands huis beland. It's really nice. I wish I could be in there with you. Jesse, ik okay, ken je nog maar net. What's next? Pardon, doe even normaal. It must be a security measure. Ik weet niet eens wie Jesse is. Deze game, je jumpt er echt letterlijk random in. Jesse praat de hele tijd tegen mij. Ik weet niet eens wie ze is eigenlijk, nu ik erover nadenk. Met games ben ik altijd best wel van... Ah, kijk wel een beetje wat er gebeurt. Ik heb altijd een beetje mijn eigen narrative in mijn hoofd van wat er gebeurt. En ik ben altijd heel moeilijk met stories volgen. Het is wel veranderd nu ik ouder ben.
Is dit een foto? Oh. Oh. Let's go. Oké, dit werkt blijkbaar. Oh, misschien was dat net dan een soort hub of een menu. Oké. Nou, in ieder geval met stories en zo. Ik ben nu 24. Vroeger was ik altijd van de games die heel snel waren. Online, fast-paced, een beetje Call of Duty en zo. Oh, wait. Oh. Oh. Werkt dit? Ja, dit werkt. Oké, cool. Sorry, ik raak elke keer afgeleid van mijn verhaal. Vroeger speelde ik altijd hele fast action games, hele snelle games online. Nu ben ik wel meer, wat meer van de stories. Ik denk dat het heel erg met de leeftijd komt. Maar bijvoorbeeld Hogwarts Legacy vond ik echt heel gaaf om te spelen. En ik denk dat ik dit soort games nu ook steeds meer aan het waarderen ben. Yo, deze heb ik gezien op een trailer. Of in ieder geval op een preview. Dat je dit gebouw zo scheef zet. Bonk. Oh. Ja, vet. Dat je hier omhoog kan en dan heb je het level gehaald. Allee, dit zijn kleine puzzels. Maar uiteindelijk worden ze dus heel freaky. Hier moeten we weer batterijen zoeken. Kijk, zoals die. Kunnen we hier niet gewoon omheen parcouren? Heeft dit niet een soort parcours... Achter iets. Ik kan in ieder geval niet sprinten. Dat is jammer. Maar kan ik hier niet gewoon omheen jumpen? Ze hebben het redelijk goed afgebarricadeerd. Oké, dat kan niet. Jammer. Dat is wel leuk geweest. Waar zijn foto's? Oh, hier. Oh, nee. Huh? A treasure in the making. Ik weet ook dat er soort hints zijn. Dat is wel een beetje jammer. Deze game... Heel veel mensen hebben... Oh. Heel veel mensen hebben al toegang gekregen tot deze game. En dat vind ik soms een beetje stom. Hoppa. Want daardoor heb ik dus al redelijk wat dingen meegekregen. Niet hoe de puzzels exact werken natuurlijk. Dat heb ik echt zo goed als vermeden als maar kan. Maar ik heb wel natuurlijk meegekregen dat er gewoon hints in zitten en dat soort dingen. En dat vind ik soms een beetje jammer. Wacht, had ik misschien die foto anders moeten gebruiken? Dat ik ook een gedeelte van dit gebouw weg kan? Ik begin nu te twijfelen of ik de juiste keuze heb gemaakt. Want hier zit sowieso nog wat in. Zullen we dat eens even proberen? Kijken of we het terug kunnen spoelen. Hier, want we kunnen misschien wel op een andere manier daar binnenkomen. Sneller! Sneller! Bruh! Alright. Wacht, kunnen we ze allebei? Oh, wat nou als we ze allebei kunnen meepakken? Hop. Gaan we gewoon hier staan. En dan kammen we gewoon even dit weg. Oh, Duncan is Duncan is slim, wilde ik zeggen. Ik voel me oprecht wel een beetje Big Brain. Ik heb natuurlijk ook Zelda heel veel gespeeld. Mocht je dat niet hebben gezien op mijn kanaal. Alles is te vinden op mijn main channel. Onder het tapje livestream. Heb ik heel Zelda Tears of the Kingdom uitgespeeld. En The Legend of Zelda heeft heel veel puzzels in de vorm van shrines. En het zijn allemaal best wel simpele puzzels vaak. Vaak draait het om één specifieke ability. En dan voel je ook best wel slim. Ook al zijn het een beetje een soort kinderpuzzels af en toe. Je voelt je nog steeds echt geniaal. Al voel je dat gewoon. Oké, wacht. Zullen we dat hier plaatsen? Oké, cool. Nog een foto. Moeten we een brug bouwen of iets? Is dat het idee? Moeten we ergens naartoe? Oh, shit. Volgens mij moeten we daar naartoe. Oké, wacht. Back. Zo. Oké, want die tweede foto die komt gewoon mee. Ik denk dat we daar naartoe... Ja, want daar is een teleporter. Oké. Check. Dus we doen dan zo. Oh, yes. Hop. So, the photo is acting a bit weird. Hoe bedoel je? Ik heb helemaal niks door nog. Can you hear me? Ah, dat is trippy. Oh, please. Ik word er niet goed van. Oei, oei, oei. Ja, waarom vind ik dit eng? Ah! Oh. Welcome back. A little too soon for my liking, but happy to have you. Ik hou niet van horror games. Ik ben echt een beetje bang dat dit iets heel freakies gaat worden. Oxygen levels. Seems like the simulation had some difficulty maintaining itself. What the fuck? We might need to reroute our power sources to keep it running. Okay. We'll get it sorted and then it's off to the races with you. Am I good to go? Ik heb even de knopjes ingedrukt.
Nee, moet ik nog ergens heen? Hallo? Waar ben ik? Dit is heel freaky. Ik zat gewoon in een VR-game, joh. Moet ik nog meer knopjes indrukken? Oh. Systems online. There you go. Ah, ik moest gewoon alles even rebooten, joh. Niks aan de hand. Nice work. Ah. Looks like we're back online. Oké, dus is... Oké, dus Jesse is onze guidance persoon. En wij zitten gewoon in een simulatie. Wist ik niet. Wow, dat is echt heel trippy. Hebben jullie wel eens VR gedaan? In VR voelt het ook een beetje zo als je erin stapt. Je doet die bril op en je bent opeens een hele rare ruimte. Dit is meestal ook hoe ze van die VR games beginnen. Oh. We zijn verder. Is dit dat level wat we net... teleporter next level. Wacht eens even. Wait, we zijn gereset. Dus wat we deden mocht niet of zo? Is er een... Was er een bepaalde grens die we hebben gedaan? What the fuck? Ik ben in de war. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Als ik het, niet, als ik het verkeerd doe, dan is dat zo. Hoppa. Foto's are back to normal too. Excellent. Okay. Should be smooth sailing from here. Nu werkt het wel. Oké. Okay. Dus het was echt gewoon een story dingetje van... Hey, kijk, je zit in een simulatie. In plaats van dat ik daadwerkelijk iets deed wat niet mocht. Dat is ook wel fijn om te weten. Maar ik heb dus nu een paar jaar een VR-bril. Ik gebruik hem nooit in de zomer, want in de zomer is veel te warm. sowieso, ik heb een huis met vloerverwarming. Dus het is standaard gewoon heel warm. En ik woon in een appartement. Het is nog warmer. Oh, dit wordt heel trippy nu. Dus ik gebruik hem eigenlijk alleen maar in de winter. Als het even kan. Daar ben ik dan altijd het meest blij mee. Oeh. Sorry, ik kan mijn brein... Ik heb echt ADHD of zo. Maar dan op een vervelende manier. Waarin ik mijn verhaal nooit kan afmaken. Oké. Het wordt wel heel trippy. Ik moet ergens heen. Ik ben verkeerd gegaan, denk ik. Oké, nee, we gaan gewoon door. Volgens mij moet ik hier achter zijn. Ja, oké, ik heb het al. Toppie. Huisie? Oh, freaky. Maar VR is sowieso gewoon een hele gekke experience. Ik denk dat... ik hoop dat je het een keer kan ervaren als je het nog niet hebt gedaan. Want je vergeet gewoon na een tijdje waar je bent en wat je aan het doen bent. Het is zo freaky. Oh. Alleen horror is alleen nog enger in VR dan het daadwerkelijk al is in game. Oh. Ik weet niet. Het rare is, ik vind horror niet eens zo eng. Ik heb bijvoorbeeld wel eens Phasmophobia gespeeld. Misschien ken je die game, maar dan loop je in een donker huis in met een zaklamp en er is een spook. En dat spook kan jou vermoorden. Alleen er zitten geen jumpscares in. Dat maakt heel erg veel uit. Ik denk dat dat voornamelijk echt heel veel uitmaakt. Dat er geen jumpscares in zitten. Want ik ben echt als de reten voor jumpscares. Hou ik niet van. Dit is wel trouwens een hele leuke ketting aan puzzels. Hij is geblokkeerd. Oh nee, hij is unlocked. Ik dacht eventjes dat hij niet goed zat. Lekker. Oh, we zijn... Revisit level. Oh, we zijn klaar hier. Oké. Dan moeten we even een nieuw level zoeken. Oké, dus dit is echt de hub. En dan gewoon allemaal levels die we kunnen spelen. Want dit hebben we dan gedaan. Dit is level 1, denk ik. Juist. En zo kunnen we dan de hele game uitspelen. Tof. Ik vind het een leuk spel. Ik denk dat dit echt een heel leuk spel is voor gewoon... casual een beetje spelen. Je doet misschien een leveltje of zo als je vrij nieuw bent erin. En als je gewoon even tijd hebt, dan gewoon even één leveltje spelen, man. En dan ga je naar bed, weet ik veel. Wel heel relaxed of zo. Is dat? Oh, it wat must is dit? Een fotocopier. We'll test it out. Oh, wait. Reboot. We moeten terug. Ik denk dat ik de foto die ik net heb geplaatst met de batterij erin... moet kopiëren. En dan heb ik opeens twee batterijen. Denk ik. Hoe moet ik hem plaatsen dan? Use. Hier. Oh, wat ziek. Swap between foto's. Ik kan niet zo heel goed Engels. Hier, en dan zo. Oh, dat is trippy. Wat? Oké, cool. En dan droppen we die allebei hier. Misschien dat ik ze voor efficiëntie wat dichterbij de teleporter kunnen doen. Maar goed, boeien. En hop. Oké. Okay. Oh, hey. Very cool.
Trouwens, aangezien we toch over foto's gaan deze game, dacht ik misschien is het cool om te praten over de foto achter me. Want die is sowieso best wel nieuw. Ik heb voor het eerst ooit een foto die ik zelf heb gemaakt uitgeprint en opgehangen. Of in ieder geval wilde ik opvangen. Oeh. Want ik wil sowieso mijn hele kamer nu gaan herdecoreren. Misschien is dat opgevallen dat dat nu een ding is. Dat alles opeens er anders uitziet in mijn studio. Zoals de kast, mocht je dat ook nog niet gezien hebben. Maar de foto die achter me hangt is best wel bijzonder. Want ik was in 2020 was ik dus in Oostenrijk op vakantie. Samen met heel wat mensen. Shit, met wie was ik allemaal? Het grootste gedeelte was Makkers, denk ik. Ja, Makkers was het grootste gedeelte daarvan. Moet ik nu ergens heen? Ik zie het even niet waar ik nu heen moet. Yo, wat ben jij? What the fuck? Dat was een kat. Yo, hij is er weer. En hij vanished als je weggaat of zo. Wait, wat nou als ik dit doe? Oh, er is daar een teleporter. Oké, hold up. Volgens mij heb ik hem uitgevonden. Sorry, ik dwaal weer af, maar ik moet eventjes dit afmaken. Zo, en dan kan je er naartoe. Oké, dus. Het is 2020. Ik was heel erg druk bezig met YouTube-video's. Ik was een klein beetje gestrest, want... ik woonde nog niet uit huis. Dat is eind dat jaar gebeurd. Maar COVID was opkomst. Dat is een... een attractie. Oké. Ik was heel erg gestrest. Ik zat echt een beetje tegen een burn-out aan. Volgens mij heb ik die periode toen ook echt gewoon een goede break genomen. En ik was op vakantie en ik ging voor het eerst skiën. Hou je bek, Kate. Shall we continue onward? Ja, graag. The train will take us to Horaya Station. A place where science and art meet nature. Okay. Baran was a brilliant designer. Mag ik een keer mijn verhaal doen? Of ga je me onderbreken met al deze... All thanks to his handiwork. Oh, nu houdt hij zo. Okay, hij houdt opeens zijn bek. Dus. Oh, I'm Kate, by the way. An artificial record keeper, developed by Mirren to maintain this place. I'll be here to assist you in any way that I can. And Kate I look forward to seeing what wonders you discover. Alright, dus hij gaat me helpen en Jesse ook. Fijn om een extra guy te hebben. Nog meer dialoog die door me heen praat, terwijl ik door het spel heen cruise. Ik was erg gestrest. Ik ging voor het eerst skiën. En het was veel voor mij, want ik was fysiek niet fit. Dat is een boom, ja. en ik ben toen voor het eerst, no kidding, ik denk dat ik flauw ben gevallen. Ik weet niet, alles werd een beetje zwart voor mijn ogen en ik lag opeens op de grond. En ik had heel veel stress en het was helemaal kut. Ik had voor de eerste keer skis aan. Ik wilde net de piste opgaan met zo'n lift. Nou, het was echt niet oké. Het ging even niet heel goed. Dus ik heb toen gezegd, fuck it, ik ga niet skiën. Dat is veel te veel voor mij. Dus ben ik met mijn vriendin een beetje gaan rondreizen. Door de areas daar. Waren flink wat rodelbanen. Dan zit je gewoon op een sleetje, ga je lekker naar beneden van de berg af. Superleuk. Alleen, het kutte is aan die rodelbanen, als je... niet van lopen houdt, in ieder geval, is dat je... is dat je omhoog moet. Je moet er helemaal omhoog lopen. Is dit zo'n line-up puzzel? Ah, vet. En onderweg dus, op die rodelbaan, om naar boven te klimmen... kwamen we dus met dat uitzicht van die foto. En ik had mijn camera mee. Ik heb er een foto van gemaakt. Oh, shit. Zijn we weer aan het buggen? Wat kut. Kom op, gun me nog eventjes. Oh, ik moet naar boven. Gotcha, oké. Maar het was even een momentje dat het eigenlijk even kut ging, om heel eerlijk te zijn. En ik moet zeggen, YouTube is natuurlijk gewoon echt een fantastische baan. Ik vind het zo tof om dit te doen, nu al jarenlang. Alleen af en toe is best wel stressvol. Het is me. Ik weet niet hoe het gebeurde, maar somehow I lost direct communication with you. Live comms don't seem to be working where you are. That should be fine, though. We can talk using this method, as long as you pick up. I'll try to leave voicemails if you can't. I've been monitoring your vitals in the system, so I'll keep you posted as you wander along. Good luck in there. Dus... Sorry. Ik vind het wel heel kut dat ik word onderbroken, maar... Ik weet niet wanneer die dialoog komt, oké? I'm sorry.
All your hard work is led to this moment. We're going to change the world. Ik moet door dit hek heen komen, of niet? There you go. Oh. Easy peasy. Dus eigenlijk, de foto is op zichzelf niet een hele leuke memory. Want het doet me denken aan een periode waarin ik me daadwerkelijk heel erg kut en gestrest voelde. Maar tegelijkertijd, het was echt een van de mooiste uitzichten die ik ooit heb meegemaakt. Oh, ik moet even rebooten. Wacht, dubbel tap. There you go. Wacht, dubbel, triple tap. Oh. There you go. Ik moet hem hier wegkammen, want dan heb ik ruimte zometeen om dingen te doen. Dat is fijn. Maar het was echt super mooi uitzicht. Ik heb zo erg genoten van gewoon daar een beetje rondwandelen en een beetje rodelen. En elke dag sprak ik nog wel af met de rest van de groep die gewoon ging skiën. Om het gewoon te hebben over de dag. En zij praten dan natuurlijk over wat ze allemaal hebben meegemaakt tijdens het skiën. En ik over de rodelbanen die ik heb. Maar het is gewoon een mooie foto, vond ik. Ik ben er heel erg trots op. Ik ben niet een enorme fotograaf. Dus ik vond het gaaf om een keer foto's te maken die daadwerkelijk mooi zijn. Gaat dit helemaal heen, jongen? Oh, ik heb een foto nodig om daar te komen, zeker. Of kunnen we parkour mode hier omheen? Ja, dat is niet eens parkour, maar het is gewoon omheen lopen. Hoppa, ziek. Maar mocht je je zorgen maken over het feit dat ik zei dat ik gestrest was en zo, maak je geen zorgen. Het gaat al een stuk beter. Het was echt één periode die even niet helemaal lekker ging. Maar nu, het gaat nu eigenlijk best wel goed met me. Ik ben een stuk fitter geworden, vooral fysiek. Ik ben daar nu heel veel mee bezig geweest om mezelf wat fysiek beter te maken. En ik merk dat dat heel erg helpt. En ook gewoon breaks nemen. Beter mijn tijd managen en mijn creatieve brein een beetje laten rusten af en toe. Want gamingvideo's maken, hoe simpel het ook klinkt, soms is het echt niet zo makkelijk, trust me. Het is ook heel stressgevend om een zelfstandig ondernemer te zijn. Want je moet allemaal aan je eigen centen komen. En je moet heel veel kosten maken. En je betaalt heel veel belasting en shit. Dus dat is niet leuk. Ho! Dit is raar. Wacht eens. Is dit waar wat ik denk dat we gaan doen? Gaan we foto's maken? Ja! Oh my god. Maar dit is nog niet de foto die ik bedoelde. Ik wil een camera in mijn hand hebben, meneer. Wacht. Wait a second. Wat is hier sowieso? Kunnen we hier iets doen? Nou ja, oké. Okay. Allemaal notities van hoe we dit moeten aanpakken. Hebben we niet nodig, gast. Ik zag deze puzzel. Ik wist exact wat we gingen doen. Tonk. Be sure to catch my good side, alright? Ho. Ik wilde elke keer roteren. Excellent. Hoppa. Fantastisch. Lekker, man. Zo. Oké. Very good. Very nice. Ik vind deze game wel echt een vibe. Ik vind het echt heerlijk om te spelen. Ik hoop dat het een beetje leuk is om te kijken. Ik zat er al over na te denken om wat meer, zeg maar, echt een soort playthroughs te doen op Duncan Extra van allerlei soort games. Gewoon een beetje de kleine games. Shit, ik red dit niet, of wel? Nee! Ah, come on. Even zo dan. En dan zo. Nee, want nu is dat ding weg. Shit. Oké, wacht. Zo dan? Dit werkt. Ja, fantastico. Hoppa. En dan brengen we die daar naartoe. We hebben nog een batterij nodig. Moet ik een foto maken van de batterij? Is dat hoe dat werkt? Wait, ik heb een idee. Dit is cool. Hier, let op. 3, 2, 1. Hoppa, maak foto daar. Dan plaats je die zo. Volgens mij, ja, dit is prima. Oké, wacht. En dan moeten we... Nee, we moeten hem ook nog kopen. Ik heb een idee. Reboot. Oké, maak nog een foto. Use camera. There you go. Oh, nu beginnen de puzzels. Nu beginnen ze allemaal. Oké, dus dan doen we zo. Line die op daarmee. Line die op daarmee. Dan pakken we de batterij. Jongens, dit is echt geniaal. Ik zie dit soort dingen echt meteen. Hier, dan leggen we hem hier neer. Een beetje in de picture, in de spot. Dat seems about right. That's quite the clever solution. Quite clever. Bro, ik ben geniaal. Ik ben Harvard afgestudeerd, je weet alles. Dat is niet waar, ik heb mijn school niet afgemaakt.
Dat verhaal heb ik trouwens ook nooit verteld. Maar ik wil dit niet een hele traumatische video maken waarin ik al mijn depressies op tafel ga leggen. I'd like to keep a positive environment, positive solution. Wacht eens even. On the contrary, really. Kun je even kappen met tegen mij praten, meneer? Foei. Oh, ik kan hem petten. Oh! Pet the Kate. Dat was gewoon een ding. Oké, sorry. Ik zag deze camera al. Hier zo. En dan kan je zo. En dan kan je een foto nemen van de camera met het hek. Want dat is wat we willen. Willen we ergens naartoe werken? Ik zie niet helemaal nog het nut hiervan. Oh! I see. Dus, wacht. We moeten een camera hebben die zo staat. En dan bonk. En dan zo. Ik zag de teleporter niet eens. Whoops. Misschien trouwens dat ik nog wel eens een video maak over school. Ik weet dat ik er nooit over heb gepraat. Waarschijnlijk, ik denk de meeste mensen die mijn kanaal nu kijken. Ik weet dat ik niet het oudste publiek heb namelijk. Die weten niet eens dat ik mijn school niet heb afgemaakt. Ik zou het wel aanraden. Of je nou YouTube gaat doen of iets anders. Maak het wel af. Ik kan niet zeggen dat het slim was om school niet af te maken. Maar ik kan wel zeggen dat het wel heel erg aan de situatie lag. Of zo, waardoor ik het niet heb afgemaakt. Goed. Moving on. Wat is de puzzel hier? We hebben een platform. We moeten de teleporter natuurlijk een foto van maken. Seems about right. Oké. Wait. Kunnen wij... Nee, we moeten een foto er zo van maken. Dat is het idee. Dus we eigenlijk hebben een foto nodig van de camera. Zou je zeggen. Pick up. Oh, een collectible. Cool. What can we do? We kunnen wel dit doen. Align photo. Ja, je kan er echt heel weinig mee. Hè? Deze is even trippy. Hier ben ik even in de war, want... Ja, dit doet niet zoveel. Oké. Back it up. Zo, hoppa. Kunnen we ook nog iets anders doen? Look through viewfinder. Oh, dan kan je gewoon zien wat de camera ziet. Dat is ook wel handig. Dat hebben we ook nog niet gedaan namelijk. Ja, het lijkt erop dat we niet heel veel keuze hebben... behalve daadwerkelijk gewoon een foto maken. En die dan gebruiken. Want meer opties hebben we nu niet. Dus we moeten een beetje creatief zijn. Maar ja, dit is het sowieso niet. En we kunnen hem ook niet echt draaien. Dus we moeten echt een muur plaatsen. Nee, dit doet het ook niet. Of wel? Oh, wait. Ja, niet dat dit werkt. Wacht. Wat? Oh. Dus hij neemt de data nog in zich op van dat ding. Oh. Ik heb een idee. Dus ik moet hem dan zo plaatsen? Werkt dit dan wel? Look through viewfinder. Het is net niet genoeg. Wacht. Zo, maar hier voel ik me wel even een beetje slim om, hoor. Oh. Zegt hij terwijl hij de camera wegboept. Dus iets lager, zo. Is dit perfect? Ik hoop dat dit perfect is. Nee. Jammer. Oké. Maar we kunnen met de juiste line-up kunnen we dit wel doen. Dus dichterbij... Geetje beef. Oftewel een beetje scheef. Misschien hoeven... Oh, kijk. Perfect. Oh. Ik moet zeggen... Ik had niet verwacht dat ik de puzzels zo snel zou snappen. Ik voel wel dat er een moeilijkheidsgraad omhoog gaat. Maar verder... I was being genuine earlier. I'd like to help you look. The founders... Gaat hij mij tips geven? Dat heb ik helemaal niet nodig. What the fuck? Wat doe jij, gast? Hopper. Oh, hier weer foto line-ups. Nice. Ik hou van dit soort puzzels. Ho! Down the rabbit hole. Bye bye, battery krijg ik ook als achievement. Kan je dat zien? Volgens mij wel. Oké, wacht. Dus dit gat moeten we eerst vullen. Oké, makes sense. Hebben we andere tools dan? Kunnen we iets gebruiken? Dat ik een... Raya did leave in a hurry. Raya. Ik weet niet eens wie hier Raya is nog. Ik heb deze lore niet uitgelegd gekregen, maar ik heb ook niet echt de boekjes gelezen. Oh, hier is een foto. Huh.
Oké, dus als we nou zo doen. Bonk. Dan hebben we hier alvast één batterij. En dan line it up. Batterij. Oh, nog even hoor. Ja. Oh, ja. Batterij nummer 2. Brilliant catch, zei hij ook. Bro, hij viel bijna in het oneindige vallende. Gozer, ik krijg nachtmerries van dit spel als ik vanavond ga slapen. Ik ben blij dat ik dit opneem om 2 uur 's middags. Want het ding is, ik kan echt niet tegen hoogtes. Ik ben bang voor heel veel dingen. Ik ben bang voor insecten, ik ben bang voor hoogtes. Ik ben bang voor veel dingen. Pijn. Hey, you answered. I've been trying to look ahead, but the simulation is a bit of a maze. Ja, ik breek alles. You're the only one that can navigate it. If I were to guess, though, what remains of all their research should be scattered around you. And if I were a delicate machine that could solve climate change, I'd be deep in a lab somewhere. Oops. Anyway, I'll do my best out here. Find that machine, all right? I'm cheering you on. Ik weet niet of dat de bedoeling was wat ik dat deed. Something to do with climate. Kom maar goed. Ik wilde even terugspoelen, want ik wilde niet... Oké, dat moest wel. We moeten uiteindelijk die kabel weer fixen. Dat is belangrijk. Of in ieder geval het apparaat herstellen. Want we gaan hem kapot maken met de foto's die we completen. Cool. Very cool. Oké, zo. Hoppa, dat is 1. En dan... Hadden we maar 1 nodig? Nee, we hebben er 2 nodig. Dus we hebben ook nog een foto nodig van de battery. Is wat ik probeer te zeggen, toch? Wacht. Volgens mij werkt dit. Hier, dus dan doen we eerst deze. Nu gaan we wel echt veel kapot maken in dit spel, hoor. Hier, dan doen we eerst deze. Dan hebben we batterij 1 en 2. Ik wil deze even wegleggen, want dat is wel chills, denk ik, om te doen. Hier zo, hop. En dan... Hop. En op zich maakt het niet eens heel veel uit. Volgens mij kunnen we gewoon dit zo plaatsen. En dan werkt het ook. Want het is gewoon een kopie. En het werkt als kopie, toch? Hoppa. Ja. Oh, wat goed, hé. Ik vraag me af of mensen überhaupt zien... wat de oplossing is van de puzzel... voordat ik het doe. Want, ik bedoel, ik heb het idee dat ik er vrij snel doorheen cruise. Heel af en toe moet ik eventjes aan mijn hoofd krabben, maar verder niet. Alleen, ik vraag me af of ik dan daadwerkelijk slim ben. Of dat de puzzels gewoon nog vrij simpel zijn. We kunnen in ieder geval door naar de volgende chapter. Ik hoop niet dat het eindigt bij 5 chapters, om heel eerlijk te zijn. Dat zou wel leuk zijn, denk ik. Much like the others, settled in quickly here. The batteries, the teleporters, that's all thanks to his handiwork. Though, he wouldn't accept the compliment directly. Alright, dus we gaan nu naar een verblijf van Shilan, was het? Dus we gaan eigenlijk langs het verblijf van mensen in deze simulatiewereld of zo. En daar zijn, dat zijn dan de lobby's voor de levels en zo. That's pretty cool. Dat is pretty cool. Als jullie willen dat ik dit trouwens, ja, überhaupt vaker ga doen. Dit soort gaming video's. Zo goed als ongeknipt, maar wel af en toe een knipje. Laat het weten. Ik vind het denk ik wel echt leuk om te doen. Ik zou het wel meer willen doen, maar ja, het trekt gewoon denk ik niet zoveel weergave als andere video's op mijn main channel. Daarom meter ik het gewoon hierop, want dat vind ik leuk om te doen. En ik denk dat er vast wel publiek voor is. Het is gewoon een beetje een passion dingetje. En als mensen het leuk vinden, dan... Ik hoorde wel iets van gelach net, maar sorry, ik was er even compleet doorheen aan het kletteren. Oh. Ik wil daarin. Maar dat kan niet. Ja, ik wil ook best kijken, maar ik moet even... Ah. Toppie. ik moet natuurlijk even die brug bouwen, want we kunnen niet springen, gast. The fuck. Dat is lever 1. Lever 2. Bonk. En lever 3. Bonk. En dan een foto van een brug, wedden. Oh. Ziek. Absoluut ziek. Ik wou dat er een sprintknop was in de game, maar ik begrijp dat het er niet is. Want anders wordt er denk ik veel geglitched. It's a shame things crumble over time. Only there's always someone here to fix it. Jeetje, wat een troep, gast. Hier, ligt er een telefoon? Op een bord?
En een bril en een tape ding en chocolade. Die is ongeopend. Tuurlijk. Eet alles, behalve de chocolade. Bro, ik zou die chocolade helemaal oppeuzelen. Hey. Oh, we hebben al één batterij. We hebben er nog twee nodig. Hey, dit is een foto van de woonkamer. En als we dit nou doen op de woonkamer, wat dan? Is er iets anders aan deze foto? Iets wat ik mis? Misschien moeten we het gebruiken om... Oh, om iets te maken of zo. Of kunnen we daarmee naar boven? Wacht. Kunnen we daarmee naar boven? Birthday. Oh, er zit wel een andere foto in. Dream big. I love these little events. F-align photo. If my system memory is correct, Celium received quite a unique Wait. Gift. Oh. Ja! We hebben de camera! Portable and with instant film to boot. What? A smart way to travel around here. And a powerful way to store data. Mm-hmm. I can't wait to see how you use this. Dit is tof, want we kunnen nu eindelijk vrij foto's maken. Hier. Dus we kunnen gewoon toink. En dan hebben we nog eentje. En dan kunnen we die zo plaatsen. En dan kunnen we nog meer. Poink. En dan kunnen we die zo plaatsen. Doink. En nu hebben we gewoon 3 batteries, gast. Hier. Nu wordt de game pas echt leuk. Dit is eigenlijk waar we al die tijd naartoe bouwden. Waarom kan ik ze niet gewoon stekken, hallo? Woe! Ah! Heerlijk! What the fuck? Waar zijn we? Oh, we zijn weer bij dat eiland. Oké. Cool. Grayscale. Daar hou ik niet zo van. Ik hou van kleurtjes. Ai, sorry, waarom praat ik zo eigenlijk? Klein beetje cringe, gast. Anyways. We hebben de camera. Heel blij mee. Maar nu wordt het wel veel moeilijker om te weten wat we moeten doen om de puzzels op te lossen, denk ik. Alhoewel. Maak een fotootje. Bonk. En dan... rechtermuisknop. Draai hem. Alignen. Oh, ho! Het is wel echt fantastisch. Ik vind het heel gaaf. Je hebt nog even wat, wat art om uit te leggen hoe een camera werkt. Ik heb dus twee van dit soort ja, achtige camera's in mijn huis. Ik heb er eentje toen gekregen van Pokémon volgens mij. Die gaf me zo'n zo'n camera die direct output geeft. Hoe noem je dat eigenlijk? Shit. Waarom kan mijn brein niet werken? Hallo, de telefoon gaat. Ja, shit, dat is daar. Hoe moet ik daar komen? Ik guess dat ik een foto moet maken ervan, maar goed. wacht. We doen wel zo. En dan... Ja, muts. Doe even rustig. Red ik dit? Nee, ik heb alles weg. Fuck. Reboot. Nog weer verder terug, dankjewel. Oké, wacht. Als ik nou zo doe... Of maak ik hem nu verkeerd om? Ik maak hem nu verkeerd om. Oké, wacht. Terug. Als ik hem nou... zo doe. Ja. Wacht, volgens mij kan ik dit nog makkelijker doen. Oh nee, dat, laat maar. Ik wilde een foto maken van de telefoon. Kijken of dat werkte. Maar volgens mij hoeft dat niet per se. Als we nou gewoon zo doen. Yo. Dat is te kort. Of red ik het wel? Ah! Oh, parkour master. Hey, another voicemail. It's getting harder and harder to reach you. Hoezo? I hope you're doing well. I've been doing my best to track your movements. Ik wil eigenlijk een nieuwe foto maken. Ik swap het in de foto. Oké, top. Oké. Oké, bye. Despite this mess, I know you'll be fine. Ja, ze weet gewoon dat ik prima Jima puzzelaar ben. Hoppa. Oh, dit is een beetje raar geplakt. Maar hij werkt. Fantastisch, joh. Dit was heel raar. Het was moeilijker om bij de telefoon te komen dan daadwerkelijk bij het einde. Hey, waar ben je dan? Waar is die guy? Ah, hij is boven, denk ik. Oké, een fotootje maken van de trap. Ik wil er echt niet te snel doorheen gaan, maar ik vind het wel echt heel leuk. Om het gewoon een soort van bijna te speedrunnen. Hey, wat is dit? Wacht, kan ik dit... Dit is gewoon letterlijk zo'n Roomba-stofzuiger. Later. Moeten we die... Oh, dust in, more like dust off. Dat is een achievement! Dat is echt fantastisch. Dat gewoon een achievement is. Mijn intrusive... Hoe noem je dat? Intrusive thoughts.
Gewoon compleet gevolgd. En ze wisten gewoon dat dat een ding zou zijn. Dat is echt heel goed. Sowieso, hoe de fuck maak je dit? Ik weet wel iets over games maken en coderen en zo. Maar ik kan niet coderen. Maar ik weet wel hoe gewoon goede games in elkaar zitten. Ik snap niet hoe ze dit hebben gedaan. Oprecht. Ik begrijp er echt de ballen van. Maar goed. Hoe kunnen wij dit... Wacht even. Ik ben in de war. Als we dit zo doen... En dan maken we er misschien zo een foto van. Is dat een manier? No copy Kate. Try duplicating Kate. Oh, dat was ook een ding. Ik had het niet eens door dat ik Kate aan het duplicaten was. Maar, hey, weet je. Het werkt. Dit was trouwens überhaupt best wel dom dat ik daar niet aan heb gedacht. Aan Kate duplicaten. Ik ben een dikke achievement hunter. Oh, mee trouwens. De enige... Als ik even terugdenk. De enige game die ik 100% heb uitgespeeld is Hogwarts Legacy. Nu ik erover nadenk. En ik bedoel... Ik heb... Spider-Man heb ik uitgespeeld. Niet 100%. Yo, 5 kilogram, 1 kilogram dumbbells. Yo, we gaan buffed worden. maar verder... Ik heb niet heel veel games helemaal uitgespeeld nog. Ik had het al aan het begin over dat ik games leuk vind om uit te spelen, maar... Kan ik dit... Wacht. Ik denk dat de manier is om dit te doen, is om een trap te maken. Zoals dit. Oh, dat is hem niet. Wacht. Ik denk wel dat dat kan. Als we hem even helemaal... Zo. En dan... Nee, toch? Dat we dit zo doen. Ik doe nu heel moeilijk. Voor echt geen... Nee, ik doe heel moeilijk voor echt geen reden. Ik kan heel makkelijk namelijk gewoon een fotootje maken van die battery. Zoals dit. En dan gewoon... Oh, en dan gewoon zo plaatsen. De teleporter was destroyed. Oeps. Crap, wacht. Dit kan beter, dit kan beter. Shit. Mijn brein is niet aan het breinen. Dankjewel. Oh. Oh, ho. Oh. Ik moet andersom draaien, dank je. Dit werkt. Het is waarschijnlijk totaal niet de oorspronkelijke manier. Maar het coole aan dit soort games is wel dat je echt veel manieren hebt om een puzzel op te lossen. Ik heb 2 batterijen nodig. Kan dit gewoon? Dit is echt zo muf. Ik zweer dat ze hebben waarschijnlijk de puzzel zo gedesigned dat je de originele batterij gebruikt. Ik voel me echt zo'n kaasmannetje. Dat ik gewoon alles aan het cheesen ben. Maar goed. Grayscale. Oh. Select. Interact. Oh, wacht. Dit is... Ik dacht dat dit een level was. Maar dat had ik dus verkeerd. Oké. Okay. Kunnen we hier nog puzzeltjes doen? Boven puzzeltjes? Ik vind het echt veel te leuk. Oh, dat is veel informatie, ja. Oeh, hey. Oh. Ik blijf gefascineerd over dit spel. Oh. Dat was een klein beetje laggy. Oh. Oh, dit is zo'n yogabal. Fantastisch. Kan ik dit oppakken? Nee, kan ik het van de... Wacht. We moeten deze van de muur afbeuken. Hou vast. Dank je. Hoppa. Later, Bally. Hoi, daar ga ik. Oh shit, ik heb maar 1 foto. Ik moet even rebooten. Wacht. Zo, there you go. Ja, ik heb maar 1 fucking foto. Ik kan dit niet doen. Zonder die foto. Het spijt me. Ik wilde dit eigenlijk doen zonder te rebooten. Maar goed. Hoppa. Hier, we zijn zo slim. Stop right there. And shout your guess. Ik weet niet of dat de hints zijn in de game hoor, maar... Wait. Ik heb een extra foto nodig. Want dit werkt niet. Oh. These might be useful. Je hebt gewoon ammo. Wat cool. Daar had ik nog niet over nagedacht. Dat ammo gewoon een ding is. Hier. Nou, deze snappen we allemaal denk ik wel. Gewoon zo. Zo. Oh nee. Teleporter is wel. Oh, just kidding. Nieuwe teleporter. What the fuck. Dat gaat al lekker. Wat rijtje nodig. Oké. Okay. Wait. Zo doen? Is dit aanbevolen? Om dit zo aan te pakken? Oh. Nee. Oh. Ik ga even een nieuwe foto maken.
Mijn brein is soms niet aan het breinen. Kan ik inzoomen? He often complained that it got in the way of his work. Wacht, ik kan wel gewoon zo een foto maken. Hoeveel batterij heb ik nodig? 2. Dus als ik nou zo plaats... Kijk, dan heb ik 1 extra batterij. Zoals dit. Oh, wacht! Heb ik nou net ingesteld met dat apparaat wat grayscale of cold deed... dat ik dan de kleur van de camerafoto's instel? Want de foto's zijn nu koud of blauw. In plaats van grijs. Of zwart-wit, hoe je het wil noemen. Dat is tof. Het waardering. Oké. Hij zegt, this one is quite complicated. Het ziet er ook wel ingewikkeld uit. Ik zat even te kijken. We hebben hier natuurlijk de teleporter ding. Maar we hebben hier een batterij. En we willen denk ik van allebei een foto maken. Maar, surprise, surprise. We hebben niet maar 1 foto. Dus we moeten een manier vinden om of extra film te vinden. Of we moeten alles in 1. Maar dat gaat nooit passen. Ah! Kut. Oepsie. Of... Wait. Kunnen we een foto maken vanaf hier en alle data erin vasthouden? Ik kan alleen niet crouchen. Wait. Dus werkt dit? Als we dit zo draaien... I mean, er is een extra teleporter volgens mij daarachter. Maar we kunnen er niet bij. We hebben wel een extra batterij. Maar ja, zo hebben we daar niet aan. Oh! Oeps. Oh, wacht. Je kan natuurlijk... Oh! Ik ben echt dom. Je kan gewoon de batterij natuurlijk verplaatsen. Echt 5 IQ foto is dit, jongen. Holy shit. On dry like this. En dan bonk. Hier. Dit was helemaal niet ingewikkeld. Het feit dat hij zei dat het ingewikkeld was... maakte dat ik er te veel over na ging denken. Mijn goede zeg. Oké. We zijn weer terug. Hier was er nog één, toch? Oh, nee. Dat... een teleport is gewoon een paar stoelen. Ik snap het punt alleen niet van zitten. Dat voelt als zoiets onnodigs om toe te voegen aan dit soort games. Oeh, wat is dit? Kut, hoe heet dit spel? Is dit, het zit in mijn hoofd hoe het heet, maar ik weet niet hoe het heet. Dat is kloten. Dat is altijd bij mij. Ik, sowieso mijn brein. Heel vaak liggen dingen op het puntje van mijn tong en dan weet ik gewoon niet hoe het daadwerkelijk werkt. Heb ik deze niet al gedaan? Moet dit? Ja, nieuw camera filter unlock negative. Oh, cool. Wacht, moet ik dit... poweren? Ja. Oh, that's mean. Oké, wacht. Dus we moeten een foto maken van de lever en dat ding? Neem ik aan. Moeten we alles in 1 foto hebben? Ik neem aan dat dat de truc is. Want in principe, de lever komt niet van een bepaalde soort power af. Juist, oké. Ik dacht misschien hadden we de kabel moeten verbinden aan de lever. Maar dit is denk ik makkelijker. Oké, ik denk dat we hier een beetje hetzelfde willen doen. Maar dan andersom. Toch? Is dit zo simpel? Dit is zo simpel. Wat is het hier dan? Niks. Oké, interessant, interessant. Oh. Hier is de teleporter. Ik wil de telefoon eigenlijk niet eens opnemen, maar goed. Hè? Hey there! Oké, looking into this setup, there's clearly something wrong with the system. Mm-hmm. The deeper you go, the more the data are corrupt due to lack of upkeep. Meaning you might have to find your own exit if that's the case. Wacht even, ik wil even een foto maken, maar... Find the specs for the weather disruptor. Get out. Save the climate. Zo. All that good stuff. En dan zo. I'll reach out again when I can. Hope you're messing with reality in some cool ways. En dan zo. The corrupted data. Hoppa! Sorry, ik wil altijd een beetje mijn smoel houden tijdens dialoog. Want ik vind dat, denk ik, toch iets shitter. Maar ik had hem even dik opgelost. Slim van mij. Je moet voornamelijk gewoon een beetje in de gaten houden hoeveel foto's je hebt. Want ik heb er nu bijvoorbeeld 1. Ja, dan wordt het een stuk moeilijker. Kan ik naar beneden... foto maken. En dan terug. Nee, want nu is mijn foto weg. Oké. Jammer. Wat is dit? Check your eyes numbers. Growth anomaly?
Hieruit. Oh, hier was een foto. Ah! Ik wilde naar beneden natuurlijk. Ho! Dat werkt, alleen ik heb de kabel gebroken. Ho! Nee! Stop. Foei. Oké, dus ik denk vanaf hier dan even platform verplaatsen. Zo. 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 Fantastisch, jongen, dit spel. Oh, ik blijf genieten. Ik wil echt meer van dit soort games. Het wordt een beetje moeilijk om te zeggen dat het Game of the Year gaat halen. Oh, wacht. Wait, ik had hem nog niet. Ik heb hem nog niet geneeld. Wait. Wait. Moet ik naar boven? Ik ben in de war. Hè? Ik heb maar één foto. Of moet ik hier film fixen? Shit, nee. Oké, wacht. Laten we dit even stapsgewijs doen. Oh, wacht. Misschien wel even dan zorgen dat we de lever intact houden. Oké. Sorry, ik ben het flink aan het verpesten dit allemaal. Zo. Is er dan niet hierboven iets? Het lijkt zo alsof er hierboven iets zit. Wat we nog moeten fixen. Zo in de war. Oké, dus zo. Oké, laten we zeggen, we doen dit ook dan een soort van schuin naar boven. Ja, of we moeten dit juist een beetje naar beneden. Dat we nog wel zo op een soort schuin platform kunnen staan. Is dat de fix? Dat we gewoon echt heel streng zo... Hup. Klik. Teleporter needs to be powered. Heb ik de power eraf gehaald? Dat meen je niet. Rot op. Nee. Teleporter needs to be powered. This is confusing me. Even kijken. Ik bedoel... Hij heeft nu stroom. Moeten we de foto dan maken terwijl die stroom heeft? Is dat de twist? Boink. En dan nu zo? Ik denk dat dit het is, want ik hoor nu wel stroom ervan afkomen. Nu moet ik alleen even de foto even beter plaatsen. Zo. Jeet. Ah, oké. Okay. Nou, dan was ik gewoon vergeten de lever van tevoren te doen. Oepsie. Oké. Hier. Many memories stored here. Many impossible things. Hier waren we nog. Ofwel, ik weet niet meer. Zijn we hier klaar? Volgens mij zijn we hier klaar. Oh nee, teleport to the next level. Check. Ik blijf ook echt gewoon geen genoeg krijgen hiervan. Ik weet dat je denkt. Maar ik heb er nog steeds niet genoeg van. Comment trouwens eventjes hieronder. Wat je hebt gebruikt als snack voor deze video. Ik ben wel heel benieuwd. Ik ben zelfs vergeten water te pakken. Wat is dit? Huh? Oh. Oh. Wait, what? Oh, dat is met timer. Oh, dit is easy. Alright, dus we doen gewoon... I guess zo. En dan plaatsen we deze zo. En dan loopt de timer. Oh nee. Whoop. Got him. That was a swift one, wasn't it? Yup. Maar ik ben gewoon een snelle jongen. Well, kan ik dit niet... Pull lever. En dan... Oh, wait. No. Oh, wacht. Het is een batterij die leeg loopt. Dus als we hem plaatsen... Zo, dan loopt die leeg. En dan moeten we op tijd staan. Jeet. Oké, okay, cool. Very nice. Mijn go-to ship is trouwens... volgens mij is het... Pringles, niet sour onion? Onion and garlic? Nee. Onion and garlic klinkt echt heel vies. Ik weet het niet meer. Onion and cream. Sour cream. Hij is groen. Die bus. Waarschijnlijk snap je hem dan wel. Als die bus groen is, snap je hem wel. Wacht, dit is een geinige. Hier, dan moeten we zo'n foto. Dan maak ik hem ondersteboven. Zo. En ga je erop staan. En dan maak je hem zo. En dan doe je dat nog een keer. Yo, mijn brein. What the fuck? Hij is zo slim.
Ja, dat is mijn favoriete chip. En vroeger dronk ik dus echt heel veel limonade. Dat was eigenlijk het enige wat ik dronk. Ik dronk nooit echt frisdranken zoals cola of dat soort domme dranken die heel veel suiker bevatten. Al vind ik limonade is ook best wel een beetje debatable, zeg maar, met hoe goed het is. Het is in ieder geval, voor mijn gevoel was het altijd meer water. There you go. Maar ik ben nu dus wel echt volledig overgestapt. Of in ieder geval 90% overgestapt naar water. Gewoon echt. Ik drink water, koffie. Verder niet zo heel veel boeiends. Of spannends. Daar ben ik wel blij mee. Ik voel me ook oprecht een stuk beter als ik... Al heb ik gewoon genoeg water gedronken. We moeten heel snel zijn hier. Op! Oh, dat was echt net aan. We did it. Kunnen we deze bal er weer afgooien? Nee, want ik heb geen camera bij me. Of we kunnen nog verder naar boven. Dit is nieuw. Toch? Hier zijn we nog niet geweest. Ah. Is this machine you're looking for really oh, wacht. Kunnen we nog answers? Verder omhoog? If so, I wish that for all our troubles. Nee, hè? Simple solution. Right. Volgens mij is dit de laatste van in ieder geval deze sector. Cool. Let's do that. Hoppa. Oprecht, als je je ooit een beetje kut voelt, drink je heel veel water. Goeie tip. Echt oprecht. Na een uurtje of zo, je voelt je echt een stuk beter. Je plast misschien echt als een paard. Wow! Ah, mijn brein. What the fuck? Dat is heel naar. Kan ik hier omhoog? Nee. Je plast misschien echt als een gek. Wat? Ik kan niet terug. Ben ik fucked? Wait. Ik wil ergens anders naartoe. We back. Kan ik hier naartoe? Ik voel me misschien hier een stuk prettiger. Oh, dat fokte met mijn brein, gek. Ah, dat is naar. Ik heb ook geen camera of zo. Ik kan echt niks. Wat hebben we hier allemaal? Een stoel. Nice, man. Bedankt. Oh, maar ik moet er even voorbij komen. Ik ben er nog niet klaar voor om daarin te lopen. Misschien moet ik het wel doen. Ik denk dat ik het gewoon moet doen om de puzzel op te lossen. Hier, let op. Boop. Oh, wacht. Het is nu nog niet zo. Volgens mij is het pas nadat ik deze heb. Ja. En nu als ik dan terugloop. Oh! Oh. Oh, dit freakt echt met mijn brein. Oh! Ik heb het heel warm. Ik heb het heel warm. Oh. Please laat me naar de teleporter lopen, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Dankjewel. Oh, ik vind dat soort illusies. Er zijn wel van die illusiemusea en zo. Ik ben er nog nooit geweest. Ik wil dat echt heel graag een keer meemaken. Ken je van die kamers dat dan het lijkt alsof je dan twee personen bent en dan de ene persoon... Clever, isn't it? Oh. De ene persoon lijkt dan opeens veel groter dan de andere persoon. Terwijl, ja, mijn vriendin is dan een kop kleiner bijvoorbeeld dan ik. Maar dan lijkt zij opeens een kop groter of vijf. Dat soort shit is echt... Ik vind dat heel cool. Ik moet dat eigenlijk gewoon een keer gaan doen. Alleen, weet je, ik hou gewoon van die YouTube gaming grind. Ik speel gewoon graag heel veel spelletjes. En ik maak gewoon graag content. En als ik daar naartoe een dag ga, dan... Is het niet heel veel content. Oh! Bijna. We waren er bijna. Dat is toch wel vervelend. Maar als ik nu reboot. We hebben nu een soort van checkpoint. Want het spel heeft dit veranderd. We moeten er nu via een andere weg... Ah! Kijk, deze is hier gespannen. We kunnen er toch wel weer komen. Je moet gewoon niet... Je moet gewoon onthouden wat je hebt gezien. Want uiteindelijk... Oh, dat werkt dan weer niet. Oké, wacht even. We moeten weer door. Wacht, ik ga... Ah, there you go. Zo, top. Waar kunnen we nu heen? Is de vraag. Moeten we hierheen? Ik hoop gewoon dat er een soort brug spant. Maar ja, het is nu sowieso dus zomer. Zomervakantie geloof ik ook. En het klinkt misschien heel lullig, maar ik doe dus altijd het minst in de zomervakantie wanneer andere mensen vakantie hebben. Ik heb ook geen camera. Wat moet ik doen? Hallo? Een vogel. Die staat die kant op. Nee, maar in de zomervakantie doe ik dus echt niks. Want het is dan altijd super druk overal. Dan is het voor mij gewoon niet handig. Of in ieder geval,
Ik heb altijd de optie om ergens heen te gaan wanneer het rustig is. En wanneer iedereen aan het werk is of op school. Dus ik kan gewoon heel makkelijk drukte vermijden. Omdat ik natuurlijk gewoon aan mijn werkgever vraag van... Hey, mag ik vrij? En dan is het natuurlijk altijd ja. Want ik ben mijn eigen werkgever, mocht je die weten. Hoppa. Oh! Oh, ik moest gewoon springen. Aha. Oké, en dan hebben we hier... Filtration system proofs. For along. Hoe zou dat worden? Oké, wacht. Oh, oké, wacht. Je loopt binnen bij de pilaren. Je rechtsom en dan een lus. Oké, dit moeten we even onthouden. Dit gaat over dit stukje. Dus je gaat zo, zo. Volgens mij was het zo. Oké, wacht. 3, 2, 1. Hop. Hop. Yo! Wat vet. Ai, dit is ziek. Ik vind dit nog meer freaky dan die andere dingen die we hebben gedaan met de camera en zo. Maar goed. Ik ben trouwens ook een keer bijvoorbeeld naar Disney geweest op een van de rustigste dagen in het jaar. Dat is chill, jongen. We gingen dan in de Pirates of the Caribbean. Dat is een van mijn favoriete attracties, want het is best wel thrilling en het is lekker warm. Ik ga dan meestal in de winter, dus hè, dan is het wel chill, al is het lekker warm. En je hoeft er gewoon niet in de rij te staan. Oh. Dit is akelig. Ik wil dat ding oppakken. Maar ik heb wel een foto. Dus op zich, als ik weet waar ik naartoe moet, dan kan ik hem gewoon... Maar even. Is dit dan nu niet zo'n freaky ding? Het is wel zo'n freaky ding. Wacht. Ik heb de foto al. En ik kan de foto niet veranderen, toch? Als ik nu zo doe, is het dan ook een freaky ding? Shit. Wacht even. Kan ik er omheen lopen? Is het dan... Nee! Dit is stom. Dit is heel stom. Moet ik... Moet ik het zo doen? Ja! Oh! Oh, wat geniaal! Maar ja, als je kan, dan kan je op elk rustige moment naar een attractiepark en dan kan je rijen skippen. Of in ieder geval, dan zijn er geen rijen. Het is altijd de beste shit die er is, echt waar. Echt een van de meest luxe dingen. Behalve dat ik dan vaak ga op regenachtige dagen of winterdagen en zo. Bro, ik heb dan als het regent, dan ga ik naar de winkel. En dat is dus kut, want je wordt nat. Maar, tegelijkertijd, ik bedoel, er is geen ene hond. Je bent zo snel weer buiten. Ik heb Hub completed. Optional levels heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon 3 parts gedaan. En er zijn er nog 2. Is dat de hele game? No way. No way. Maar we zijn al 1 uur en 10 minuten bezig in deze opname. Dus ik ga hem afsluiten. Ik vind het een mooi geweest. In ieder geval voor nu. Wil je een part 2? Laat het natuurlijk even weten door een comment. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Peace out.